Ik ben Hendrie Jansen van Tuin- en Groenservice Hendrie Jansen. En Kaart Design heeft mij gevraagd om wat te vertellen over het snoeien van vlinderstruiken. Dit is hier zo'n vlinderstruik. Het is nu eind februari. En wat we hier nu zien is een mooie grote vlinderstruik. Die is vorig jaar al flink is teruggesnoeid. En hier zien we nog een beetje de vorschade van de afgelopen winter. Bij vlinderstruik is het verstandig om in ieder geval zo ver mogelijk naar beneden te snoeien, daar waar je kunt. En dat doen we vooral door het bekijken waar de jonge uitlopers weer aankomen. Zo zie je dat er hier allemaal weer jonge uitlopers aankomen. Daarboven kunnen we gewoon weer terugsnoeien. En soms is het ook verstandig om af en toe eens een keer een oudere, dikke tak er helemaal eruit te halen. En daarmee verjong je dus een buddleia, een vlinderstruik, en hou je hem jong en ook krachtig. We hebben nu de buddleia, de vlinderstruik, hebben we nu behoorlijk teruggesnoeid. En wat je nu meteen ziet, is dat we af en toe ook eens even weer een dikke tak er helemaal eruit halen. Dan blijft het hart blijft mooi open, gaat hij weer mooi naar buiten toe en blijft hij ook jong. En zo geeft hij ook de mooiste bloemen.